Goedendag. Ja, spelen in de sneeuw. Het kan vandaag in het noordoosten van het land. Daar ligt inmiddels al wat sneeuw. En er komt ook nog wel wat meer bij. Afgelopen nacht viel daar geruime tijd lichte sneeuw, natte sneeuw ook. Maar het heeft er wel toe geleid dat op veel plaatsen de daken wit zijn. Wegen zijn over het algemeen wel nog schoon. De wegen die geprepareerd zijn. Ja, het is ook voor de vos even wennen, die sneeuw. Hij kijkt ons hier aan en hij denkt bij zichzelf, waarvoor zit ik niet in het zonnetje waarschijnlijk? De sneeuw die er gevallen is, die zal er ook voorlopig nog wel even blijven liggen. Ik denk pas in de loop van zaterdag dat het daar gaat verdwijnen. En dat komt omdat er nog wel meer sneeuw bij gaat komen. Grote temperatuurverschillen momenteel in Nederland. In het noorden van het land zitten we iets boven het vriespunt, terwijl het in het uiterste zuiden tussen de 8 en de 11 graden is. Je kunt zich voorstellen dat de neerslag die daar valt, valt in de vorm van regen. Ook in het midden van het land is dat nog het geval. In het noorden, daar dus de natte sneeuw en sneeuw. En ik gaf het al aan, dat gaat nog wel even door. Als we de weerkaarten erbij pakken, dan kunnen we ook zien waarom het lage drukgebied tussen Groot-Brittannië en Frankrijk in, dat trekt naar het oosten toe. De band met neerslag, die trekt ook over ons land en die gaat nog even terugkrullen als ik de animatie aanzet. En dan zien we ook dat boven Nederland nog enige tijd wat sneeuw gaat vallen in de loop van de middag. Best wel intense sneeuw. Zaterdag is het allemaal wat rustiger met een hoger drukgebied. Dan komt de zon er ook bij. En dan zien we later op zaterdag alweer een nieuwe storm boven Ierland verschijnen. En die storing die gaat ook richting het oosten trekken. En die passeert dan zondagochtend. En dat levert ook weer regen op en misschien nog een paar vlokken natte sneeuw in het noordoosten. Laat ik de animatie nog even doorlopen. Want dan zien we maandag een nieuwe depressie met een flink windveld daarbij ook. Daar krijgen we maandag mee te maken. Een zuidwestelijke stroming voert dan zeer zachte lucht aan. Dan gaan we zomaar dik de dubbele cijfers in. Temperaturen rond 14, 15 graden misschien wel. Maar wel met veel wind en regen. Goed, sneeuwval gaan we ook even naar kijken. Dit is een beetje het beeld voor vanavond, vannacht, het sneeuwdek. Zo 2 tot 5 centimeter in het noordoosten en misschien ook nog wel in het Veluwegebied. En zaterdag gaat het dan geleidelijk aan weer verdwijnen. Dit is het Duitse model. Dat is misschien zelfs wat bescheiden nog met de hoeveelheid sneeuw die er blijft liggen in eerste instantie. Maar het geeft wel een hele aardige indicatie hoe het er ongeveer moet gaan uitzien. Wij hebben het op deze manier samengevat met de kanttekening dat u dan moet bedenken dat in deze gebieden de waardes hier staan, dat dat lokaal is. Dat is niet voor het hele gebied. Lokaal kan het hier misschien tot 5 centimeter komen of net wat meer. En in dit paarse gebied lokaal 2 tot 4 centimeter. En dat zal dan waarschijnlijk meer in het noorden zijn dan in het zuiden. En helemaal in het zuiden, daar verwachten we sowieso geen sneeuwdek. En hier zal het toch vaak ook wel wat pulp zijn. Maar vrijdagmiddag, vandaag dus, dan kan het wel even echt intensief gaan sneeuwen. En dat zal ook gebeuren tijdens de avondspits. Dat kan misschien best wel eventjes tot extra vertragingen gaan leiden. In ieder geval staat er nu een waarschuwing code geel uit. Maar in het achterhoofd houden we er rekening mee dat er misschien ook nog wel een code oranje gaat komen. Houd daarom de waarschuwingen goed in de gaten. Het beeld bewolkt dus. De neerslag die valt in vrijwel heel het land. In het zuiden is het regen, in het noorden is het sneeuw. Dat gaat dan allemaal nog eventjes door in het begin van de avond. Maar geleidelijk aan wordt het dan droger. Dan komen er ook wat opklaringen en gaat de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Nou, dan kunt u zich voorstellen, als het hier wit is geworden, dan gaat die sneeuw niet weg. En in de nacht gaat het dan op veel plaatsen echt wel matig vriezen. Boven zo'n sneeuwdekje gaan we misschien wel naar -5 tot -6. Dat is allemaal goed mogelijk. Dan kan het glad worden door de sneeuwresten die er zijn, maar ook door bevriezing van natte weggedeelten. Dus als u in de nacht, maar ook morgenochtend vroeg, de weg op moet, hou er rekening mee dat het lokaal glad kan zijn. Zeker op de wegen waar niet gestrooid is. En dan morgen overdag, dan is het best een aardige dag. Wolkenvelden, zonnige periode, temperatuur in de middag van zo'n 6 of 7 graden. Heel misschien dat er in het noordoosten nog een enkel buitje valt. En dan maken we het weekend even af met de kaart van zondag. Want dan krijgen we vanuit het westen de nieuwe storing. En dat betekent dat het weer enige tijd gaat regenen. In de vroege ochtend misschien nog een paar vlokken natte sneeuw in het noordoosten. Maar dat gaat dan snel over in regen. En dan wordt het 's middags zo'n 7 tot 11 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Nog een fijne dag.